Oh nee, niet te veel, niet te veel. Niet te veel. Niet te veel. Alsjeblieft, blijf zitten. Blijf zitten, jongens, blijf op de plaats. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Heel knap vloeres. Laat ons de like achter. Ben jij nog niet abonneerd, abonneer. En ik ben niet zo blij. Ik ben helemaal niet blij. Jongens, echt, goh, kijk mijn gezicht. Dat is het gezicht van iemand die net echt... die nu echt verschrikkelijk baalt. Want ik had een hele leuke video gepland voor jullie. Wat ik had gepland was, ik ga even naar level 40. Lekker naar de nether ben ik... Nee, eerst ging ik naar de skeleton spawner. Ben ik level 35 geworden. Toen wou ik de laatste 5 levels wou ik in de nether gaan halen. Zodat ik in deze video die ik nu dus aan het maken was... eigenlijk al mijn zooi kon gaan enchanten. Dat was het plan. Plan is verkeerd uitgepakt. Ik ben dood gegaan in de verdomde nether. Met mijn pickaxe. Met mijn zwaard. En met 38 levels. Ja. Dus ik ben nu in deze verdomde village, want hier spande ik met niks. Letterlijk, mijn pickaxe is weg. Zwaard is weg. Alles is weg, gewoon. Alles wat een beetje chill was, is weg, gewoon. Gelukkig heb ik niet al mijn diamonds nog mee, maar dit is echt een drama, jongens. Ik ben nu in deze village, ik wist ook even niet meer, ja, nu. En nu gewoon echt. Mijn pickaxe met efficiency 4 had hij. Een ranking 3, weg. Mijn zwaard, die niet heel goed was, maar alsnog... weg. Dit is dus de rails. We gaan gewoon even naar huis lopen, zeg maar. Ja, ik weet het niet, jongens. Ik vind het echt gewoon balen. En ik dacht, oh, wacht, ik moet even mijn headset. Anders heb ik ook helemaal geen geluid. Straks ga ik weer door een creeper in mijn rug. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Het is echt gewoon verschrikkelijk. Ik wou het gewoon laten zien aan jullie. Ik was zo blij, hè. 38 levels. 38 levels. Ik was zo blij dat ik eindelijk 38 levels had. En dat ik gewoon heel chilled. Ik vond trouwens die skeleton spawner... mega traag gaan. Ik vind sowieso, je krijgt echt niet zo heel snel levels in Minecraft. En toen ging ik dood dus. Ja, echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk dit, jongens. Ik dacht, ik moet gewoon gelijk gaan beginnen met een video en gewoon laten zien dat het echt is. Ik heb helemaal niks meer. Ik ben dus dood gegaan in de nether. En ik wil deze village project wil ik ook afmaken, zodat ik nieuwe boeken kan krijgen, zodat ik niet meer hoef te enchanten. Dat ik alleen maar boeken met pickaxe hoef te enchanten. Want, oh, wat is het verschrikkelijk. Ik wil dat villager project... zo snel mogelijk afmaken. Maar ja, dit is echt gewoon balen. Dit is echt gewoon flink balen. En hoe ben ik in de dood gegaan? Nou, ik ben dood gegaan door de lava. Ik viel erin. Echt heel dom ook. Ik was net op... Je gelooft het bijna niet, maar het is echt zo. Ik was net op de weg naar huis. Ik had mijn 38 levels. Ik dacht, nou, dit is wel mooi geweest zo. Ik ga naar huis. En toen... Floris Vu tried to swim in de lava. Nou, als ik één ding niet probeerde, was het zwemmen in dat lava. Dat was helemaal niet het plan. Dus ja, nu weet ik even niet wat ik wil met mijn leven op dit moment in Minecraft Survival. Ja, ik weet het echt eventjes niet. Ik denk dat ik maar eventjes een nieuwe armor ga maken en zo. Oh, wat is dit kut, jongens. Oh, wat is dit balen. Nou, we hebben een diamond pickaxe die we nu niet gaan gebruiken. Die ga ik pas gebruiken als ik ga enchanten. We kunnen voor de grap wel even deze gaan gebruiken als armor. Dit ook. Curse of Binding. Dan moet ik voor de rest nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voor een broek. Of nee, een broek hebben we al en een voor schoenen. Zo. Wat hebben we nou? Nee, broek en schoenen moeten we nog. Oké. Nou, dan doen we dat eventjes. Ja, ik ga niet eens terug naar die nether. Ik zat echt volledig in de lava. Ik zet hem op pauze. Toen het gebeurde, dacht ik van... kan ik nu eigenlijk nog iets doen om dit tegen te gaan? En toen dacht ik, nee. Mijn conclusie was van, nee, dat kan ik eigenlijk nu niet doen. Ik ben gewoon de lul. Ik ben gewoon flink de lul. Ik weet het even niet, jongens. Ik weet het even niet wat ik nu moet doen. Ik ben al mijn zooi kwijt. Ik ga het natuurlijk niet terug laten spawnen. Dat vind ik ook weer zo mietig. Maar ja, het is wel echt even flink balen. Vooral die experience points. Die hakken bij mij echt het hardst in. Dat vind ik nog het ergst van allemaal, die experience points. Wat wij nu gaan doen in deze video is eindelijk... eindelijk een nieuwe... Ik vind het echt kut. Eindelijk even onze base, zeg maar, wat mooier maken. Want is het nacht? Oh nee. Is het nacht? Dan moet ik slapen. Volgens mij was het nacht, hè? Nee, het is net de dag geworden. We gaan even dit mooier maken, want ik vind het er niet mooi eruit zien. Dus dat gaan we deze video doen. Eten moet ik nog. Hoe ik voor de rest mijn experience points terugkrijg. Ja, het gaat wel even duren. Ik wil echt zo graag gaan enchanten. Ik denk dat ik dat villagers project gewoon eventjes snel moet... cooked. Ik heb deze even gekookt. Doe ik over dit.
We gaan gewoon even dit gebied mooier maken. Dat vind ik wel iets wat we al veel eerder moesten gaan doen. Ik vind het een beetje rommelig. Er staan hier ook weer veel te veel bomen. Omdat ik lui ben en ze niet weggehaald heb. Ik heb ze lekker geplant, maar niet weggehaald. Dus ik ga eerst een beetje weghalen. Maar niet alles natuurlijk hoor. Maar gewoon even een paar. En dan gaan we even kijken hoe we dit willen gaan doen. Ik heb sowieso niet idee waarom ik nou deze bomen heb geplaatst. Ik vind ze nu niet heel bijzonder mooi. Ja, ik zit even te kijken hoe we dit willen gaan doen. Want we willen dus nu, of ik wil nu, sowieso die schapenfarm wil ik nog een keer mooier maken. Maar wat ik in deze video speciaal wil gaan doen is even die, even een paardenstal maken. Het hoeft echt totaal niet mooi te zijn, want ik ben, ja jongens, kijk om je heen. Is dit nou een mooie survivalwereld? Nee, dat niet. Dus het hoeft niet heel mooi te zijn, maar het moet er even zijn, op zijn minst. En dan zie ik wel hoe en wat. Ja, ik wou eens kijken, is mijn ding vol? Maar toen dacht ik van, ja, ik ben net dood gegaan. Als één ding nu niet vol is, is mijn inventory. Ja, dus hoe we dat gaan doen, weet ik nog niet precies. Ik weet wel dat ik deze video niet ga... Oh, dat was raar. Ik weet wel dat ik deze video niet ga eindigen voordat het gelukt is. Dus dat is een ding. Hoe ik hem weet ik al helemaal niet. Maar waar ook niet echt eigenlijk. Wat, deze bomen zijn zo vervelend dat die zo groot zijn. Waar ik hem ga maken, ja, ik denk ergens hier in de buurt. Maar het moet sowieso een beetje in de buurt zijn van de schapen. Dat ben ik al wel over uit. Ik ga dit even laten, dit ga ik wel een keer offscreen doen. Dan moeten we gewoon hebben één keuze en dat is het niet precies op die plek is waar ik dus net dat hout allemaal weghaald. We hebben wel iets meer hout nu. Ja, ik zou het eigenlijk wel in deze hoek willen. Of nou ja, weet je, we kunnen hem ook hier. Maar hier staan de dingen, hier staan de schapen. Hier kan ik het wel maken op zich, toch? Dan maak ik even eentje lager hier. Dan maak ik hier dus de stal. Dat lijkt me wel leuk. Ik wil hem niet al te groot. Ik wil gewoon eventjes voor twee paardjes wil ik een stal maken. Ik heb het een beetje in mijn hoofd hoe ik het wil doen, maar eigenlijk ook weer helemaal niet. Ik ga in ieder geval dus dit weghakken. Want ik wil hem denk ik dan hier maken. Dan kunnen we nog genoeg... Ja, dat het niet te dicht bij elkaar is dat ik nog leuk een pad kan gaan maken. Ik weet nog steeds niet van wat ik een pad... Hé, hey, dat is niet de bedoeling. Zwaard eventjes dan maar. Ik heb nu toch geen zwaard nodig. Het is dag. Moet ik even kijken. Dan is hier nog één gat. En volgens mij dan daarachter... Nee, hierachter niet meer. Oké, okay, nice. Kan ik dit even weghalen en dan gaan we hem hier bouwen. Dat wordt dus het plan. Ik had van tevoren nog niet helemaal bedacht waar ik hem wou gaan bouwen. Het wordt niet heel mooi, jongens. Ik zeg het je alvast nu, dat het niet heel mooi gaat worden. Ik ga mijn best doen, maar ja, ik kan niet heel goed bouwen. Ik wil hem dus... zo breed maken. Ja. Klik en klik. Ik denk dat dit het plan is. Dan erg ik me nu al aan dit dirt, zeg maar. Dus ik denk dat deze nog eentje lager moet. Ja, er moet sowieso nog één lager. Ik denk dat ik hem zo groot ga maken. En ik denk dat ik twee paardjes wil hebben. Twee paardjes... Oh nee, dus dit eronder. Twee paardjes wil ik hebben. En dan gaan we gewoon even kijken hoe dat verloopt met twee paarden. Mocht ik later meer paarden willen, dan kan ik altijd meer paarden gebruiken. Daarnaast is nu de... Nou trouwens, als ik dat nu zeg, is het echt de derde aflevering al online. Maar terwijl ik dit nu opneem, is de tweede aflevering online van de Skyblock. De eerste aflevering werd natuurlijk heel goed bekeken. Echt iets van 10.000 views heeft hij, of 11.000. Hopelijk gaat het goed en blijven mensen kijken naar de Skyblock-serie. En werden ze niet afgeschrikt van de lage kwaliteit. Nee, het was wel prima kwaliteit. Ik doe echt mijn best bij de Skyblock-serie. Daar ben ik echt veel aan het voorbereiden. Kijk, mijn Minecraft Survival-serie ben ik ook dingen aan het voorbereiden. Dat was ik dus aan het doen met mijn 38 levels. En toen ging het een beetje mis. Daar ben ik ook aan het voorbereiden. Maar ja, nu is het toch wel een beetje mijn Minecraft Survival-serie. Dat vind ik wel jammer. De mensen die kijken sowieso. Maar ik ga daar geen nieuwe kijkers meer bij... bij betrekken, zeg maar. Want wie gaat nou inspringen bij aflevering 32? Niemand natuurlijk. Dus dat is wel het enige jammere, zeg maar. Daarom bouw ik ook een nieuwe Micro Survivals. Nee, Micro Survival. Ja, nou, gewoon een nieuwe serie, zeg maar. En dat was de Skyblock. Dus daarom hoop ik dat... Skyblock ga ik iets minder vaak uploaden dan ik Survival heb gedaan. Want mensen zeiden in de comments ook van... Ja, ik kan het niet meer bijhouden. Het is te veel. Dus daarom ben ik nu om de dag Minecraft aan het doen. Gewoon puur om de hoeveelheid van de video's een beetje te verminderen. Even hierop staan en dan hem nog één groter maken. Dan wil ik hem hier dicht gaan maken, zo. Dan is hij namelijk nu hoog genoeg voor een paard. En dat ik erop kan zitten en eruit kan gaan. Dan hebben we hier nog wat sters, maar dan zie ik nu al gelijk dat ik meer nodig heb. We hebben wel redelijk wat oak wood, maar ik weet niet of we genoeg hebben. Maak ik even zo, is dit genoeg? Dit is... Ja, 30 kan wel. Kan ermee door, denk ik, hoor, jongens. Kan ermee door, want ik weet nog niet precies hoe ik dit wil doen. Ik denk...
Zo, of ik wil hem... Zo. Nee, dat is heel lelijk, Floris. Dat is heel lelijk. Je kan hem beter zo doen als hier. Kijk eens aan. Dan gaan we dit rondom gooien. Even kijken hoe dat eruit ziet. Even loeren, jongens. Even loeren hoe dat eruit ziet. Dat ziet er op zich wel leuk uit. Het lijkt alleen niet... Oh, nee. Het lijkt niet echt alleen op een manege. Het lijkt op iets heel anders. Ik weet niet wat, maar het lijkt niet op een manege. Maar het gaat wel een manege worden, jongens. Oh, nee. Echt waar. 10. Oh, dat is top dat dit uitkomt, zeg. Dat is even netjes. Ik moet deze even mooier maken, want deze was niet goed geplaatst. En dat kwam omdat deze niet goed geplaatst was. Oké, dus dan deze even opnieuw. En opnieuw. Top. Oké. Dan is... Ja, ik kan sowieso een paard in. Wat ik dus ga doen is... Nou, hier gaat hij sowieso niet uit. Hier ook niet. Dit wordt gewoon de uitgang, zeg maar. Plaats ik even dit. En dan moeten we even wat extra hekjes hebben. Dat was... volgens... mij zo. En dan... Oh, daar heb ik niet genoeg wood. Oké, dan doe ik dit allemaal naar wood. Nee, meer. Deze doe ik ook naar wood. Zo, hoppatee. Dan was het volgens mij dus hier, hier en dan hier, hier en hier. Nee, dat is ook fence. Hoe maak je dan een... Is dat dan op deze manier? Ja, oké. Dan doe ik zoveel, is al meer dan genoeg. Die ook fence heb ik trouwens ook nog wel nodig. Die maak ik namelijk hier. Is het dan erg dat het eens kleur hout is? Nee, ik vind hem eigenlijk wel oké. Dan moet ik hier nog een hooipaal plaatsen voor, voor het paard. En dan doe ik eigenlijk, moet ik dan even die crafting table hier houden. Zo, en dan maken we nu het andersom. Dat was met meer sticks, volgens mij. Volgens mij was dat met meer sticks. Even kijken. Ja, doen we er 6, want we hebben er straks nog een paar nodig voor die hiernaast. Maar daar ben ik eigenlijk wel tevreden hierover. En dan, ja, dan vind ik eigenlijk voor mijn doen dat ik dit niet verkeerd gebouwd heb, jongens. Dit heb ik echt niet verkeerd gebouwd voor mijn doen. Dit nog even weghalen en dan maken we er gewoon nog eentje naast. Willen we dan die het helemaal hetzelfde? Of willen we die met ander hout maken? En ik neig gewoon eigenlijk naar helemaal hetzelfde. Is het helemaal erg dat het alleen maar oak wood is? Nee, ik vind hem eigenlijk wel mooi. Ik vind hem eigenlijk wel gaaf. Dan doen we 1, 2, 3, 4, 5. Kom hier, kan dat al? Ja, nou, of misschien eentje nog van hier. Even loeren. Nee, dit is te dichtbij, denk ik. Even kijken hoor, dan komt die 1 uit. Nee, dat is niet te dichtbij. Dat is niet te dichtbij. We doen hem zo gewoon. En dan even kijken. Als we dan dit zo en zo doen, is dat dan niet te dichtbij? Nee joh. Dat gaat gewoon perfect. Zelfs sterker nog, misschien hij mag wel eentje dichtbij. Hij mag nog eentje dichterbij. Dan maken we hem hier de pilaar. Oeps. Ik zou eigenlijk graag nu een diamond axe willen. Maar we hebben gewoon echt heel weinig diamonds. Dan maken we de pilaar hier. We hebben echt heel weinig diamonds. Ik zit nog steeds te twijfelen of ik nog niet een mine videootje moet maken. Sommige mensen vinden dat echt super leuk om te kijken. 1, 2, 3, 4. En sommige mensen vinden het echt moeilijk saai om naar te kijken. Dus ik weet niet precies hoe ik dat wil doen. Dit vind ik in ieder geval wel echt top. Ik ben echt blij met mezelf nu op dit moment. 1, 2, 3 en 4. En dan... 3 breed, 1, 2, 3 en 4. Zo. Brengen we vast wat, weet je wat? We brengen alvast gewoon één paard erheen. Brengen alvast één paard erheen, dan moet ik eventjes kijken welk paard. Oeh, wacht, al onze paarden zijn natuurlijk weg. Het één zit in een ravijn. Oh ja, dat was ik even helemaal vergeten. Is hij snel? Jij bent wel snel genoeg om één van ons paarden te worden. Hop, hop en hop. Nou, ga jij in je hok? Oh, dan krijg ik wel een beetje damage inderdaad. Kom ik er wel nu uit? Even kijken. Ja, dat is prima. Alleen het afstappen krijg ik een half... Oh, blijf. Aan het afstappen krijg ik een half zooitje eraf. Dat boeit niet heel veel. Waar is mijn andere paard dan? Als mijn ene paard hier... Oh, die is denk ik de village in. Dat kan wel, ja. Dat is niet zo best. Ik heb dat ook niet zo best dat ik te weinig hout heb. Dus we moeten even wat hout gaan hakken. En wat ook niet zo best is, is dat het nacht wordt. Dus ik moet sowieso gaan slapen zo. Ik ga trouwens even, komende tijd ga ik niet meer terug naar de Nether. Die Nether die kan echt, me gestolen worden. Ik wou een erger worden gaan gebruiken. Gaan we op dit moment niet doen. Maar ik ben echt boos op die Nether. Echt boos op die Nether. Dus daar gaan we voorlopig even niet naar terug. Want ik heb het echt volledig gehad met de Nether. Ja, we moeten sowieso ooit nog wel een keer naar de Nether. Want ja, ik wil sowieso glowstone hebben. Want ik wil hier lantaarns gaan plaatsen. Mensen kwamen ook met ideeën om dit makkelijker naar boven te maken, zo'n gangetje. Dat ga ik nu inderdaad gelijk doen. En ik zat even te twijfelen, wil ik dat van... Nou, ik denk van oak wood stairs. Of ik wil het van steen. Ik twijfel heel erg, maar ik denk dat oak wood stairs iets...
natuurlijker is. Dus dat gaan we nu gewoon gelijk doen. Hoppatee, zo, dan hebben we er nu 15, maar we moeten er nog meer hebben. Want we hebben straks ook nog dat we die moeten gebruiken voor onze... Nou ja, 27 genoeg? Misschien wel. Ik ga eerst even slapen. We hebben nog genoeg aan mijn schep, dus die kan ik nog even... Ik hoef geen nieuwe te maken, zeg maar. Gaan we eventjes slapen. Ik heb dat opengemaakt omdat, omdat het schaap op mijn bed lag en die kwam er niet uit. Of die kon er niet uit, dus ik moest hem... Ik ben nu geescaped, hè? Ja. Ik moest hem eventjes kapot maken, zodat ik het schaap eruit kon gaan duwen. We gaan deze video ook wat langer maken dan normaal. We gaan gewoon op 35 minuten zitten. De laatste tijd was het in de 20. We gaan nu gewoon op 35 minuten, want ik wil gewoon... Hé, dat is niet te doen. Oh, zo kan je het aanpassen. Aha, nice. Oké, dan gaan we even weer terug, want we waren nog bezig. Want ik wil gewoon dat er even... Oh ja, dit wilden we eerst doen, hè. Kunnen we beter beginnen vanaf boven. Ik zie al dat het hier niet helemaal lekker gaat lopen. Even kijken. Klik en... Klik. Dan moet de dirt hier geplaatst worden. Dan zo, toch? Komen we dan nu... Ja, oké. Oh nee. Dit wil ik ook even gaan aanpassen. Het is echt lang geleden dat ik... Iemand gaf mij een mailtje. Die gaf mij een ontwerp. En ik wou dat toch mijn eigen ontwerp maken. Ik vond zijn ontwerp wel leuk bedacht. Maar dat past niet heel erg bij de berg. Hij wou zeg maar dat het zo'n hele lange trap naar beneden was. Dat staat... Want de berg is best wel natuurlijk, jongens. Dus we moeten het ook natuurlijk houden. Even kijken. Dan, ik wil sowieso ook hier nog een keer een waterval maken. Dat heb ik ook jullie beloofd. Is er ook nog niet van gekomen. Zo, en dan zo, en dan zo, en dan zo, en dan zo. Even, oh nee, hoppa. En dan hier nog even eens dingetje. Ja, kijk, nice. Even kijken hoe dat, of dit werkt. Ja, dit werkt. Ik wil het een beetje rommelig houden. Dat vind ik juist wel fijn, want dat hoort een beetje bij de berg. Dit wil ik wel eventjes een beetje aan. Nou, dit mag wel zo hier. Nee, dit hoeft trouwens. Nou, wacht, eventjes wel dit hier, zodat ik niet... hier overheen valt. Dan doe ik nog even eentje zo. En nog eentje zo. Dat is niet heel natuurlijk. Ziet het... Nou, dan moet ik het helemaal afmaken. Anders ziet het helemaal niet uit. Zo. Even kijken hoe het er van buiten uitziet. Nou, kan wel. Het kan wel. Nice. Oké, dat is dat gefixt. Maar dat was niet de reden. Oh, ik heb trouwens weer te weinig sters zie ik nu. Want hiermee gaan we het niet redden rondom. Ik heb iets te veel sters gebruikt voor net. Wat we dan nu gaan doen is eigenlijk al deze heb ik... Ja, nee, ik mis toch één dingetje. Dus ik moet er eentje overhouden. En dan dit mag allemaal naar oak planks. Toppie. Dan doe ik eventjes op deze manier. Kan ik dat... nou, weet je, doe even dirt zo. Zo, hop en hop. En dan kunnen we hem nu neerplaatsen. Nice, dan zijn we dan daarmee klaar. Dan hoeven we eigenlijk alleen nog maar... even kijken hoor, wat moeten we alleen nog maar doen? We moeten sowieso dan even een dak hier maken. En dan kunnen we de sters plaatsen. Oh, dat heb ik niet zo gedaan. Heb ik wel zo gedaan. Ik ben wel in ieder geval... Nee, hè, wat? Even, heb ik dat... Is daar boven... Ja, is daar boven is log. Oké, top. Ik was even in de war, wat ik nu net gemaakt heb. Zo, maar dit is precies hoe het was. Nice, toch? Aan de zijkant. Ja, en dan nu allemaal van die sters. Oké, toppie. Dan ben ik dus best wel, wat ik net ook al zei, tevreden over deze manege. Heb ik nog een paar sters nodig, niet al te veel. Dat gaan we nu even maken. Waar, oh ja, de crafting table is hier zo. Zo, dan maken we eventjes van dit nog wat sters. Dat is te weinig. Nou, 8 moet lukken, denk ik. We gaan even kijken. Dan is het eerste deel van wat ik wou doen in deze video is af. Het tweede deel... Weet ik eigenlijk nog niet wat dat precies is. Ik dacht dat dit iets langer zou gaan duren. Oh, wacht. Nou, trouwens. 2, 1. We komen 1 tekort. Op zich is het niet heel lelijk om het zo te doen. Maar we houden het wel eventjes op wat we... Ja, dat is wel net iets mooier. Dan moeten we dit nog eventjes zo. En dan hebben we de laatste. Verdorie. Zo, nu hebben we de laatste. Hoppatee, ook slaps. Nice. Dan is dit nu klaar. Moeten we eventjes de finishing touch doen met de hekjes. Maar die hebben we gelukkig ook allemaal already. Zo, en dan kunnen we nog inderdaad vanaf binnen wat mooier maken. Waarom heb ik opeens 2 hekjes? Dat klopt niet. Ik ga hier even een hekje stelen. Of heb ik daar andere soort kleurhekjes? Nee, dat heb ik niet. Nou ja, dan maak ik het eventjes lelijk. Ik vind die schapenfarm echt vervelend trouwens.
Het was een leuk idee, maar het werkt niet. Het is gewoon niet mooi genoeg nu op dit moment. Oké, dit is voor het tweede paard. Helemaal mooi. Dan kunnen we hem nog even wat diepte geven vanaf boven. Dat wil ik ook nog met het koeien-ding gaan doen. Dat is namelijk dat we... Of nou ja, diepte geven. Ik wil gewoon eventjes kijken hoe dit eruit ziet vanaf buiten. Zo, even kijken hoe dit eruit ziet. Namelijk dat we even een soort van dakachtig iets hebben. Dan op deze manier dat het iets meer ergens naartoe loopt. En dan kunnen we... Ja, dan kunnen we dit doen. Dan kunnen we dit doen. Ziet dat er leuker uit? Ja, als je het een beetje opschoof, Floris. Want nu zie je het zowat niet. Dus je moet het eigenlijk even eentje opschuiven. Dus je begint dan daar. Halen we wel even deze slab weg. Want die slabs die... Ik heb ook niet alle slabs van de wereld, jongens. Het kost me ook allemaal hout. Dan halen we deze even weg. Dan kunnen we even kijken hoe het is als we het eentje één laag breder maken. Mensen vinden het trouwens leuk om mij te zien bouwen en te zien struggelen, zeg maar. Zij dus in de comments. Mensen vinden dat dus leuk om te zien dat ik bouw. Even kijken hoor. Ja, maar dan mag het absoluut niet op dit hoekje. Want anders ziet het er echt heel lelijk uit. Oké, dus dan weten we dat. Het mag niet op het hoekje. Maar voor de rest mogen we lekker ons gang gaan met de slabs. Dan doen we dat ook gewoon. Dan zijn we in ieder geval hiermee klaar. Als ik dan straks dus tot wol geplaatst heb. Dan zijn we in ieder geval daarmee klaar. Dan hoeven we niet meer te denken over de manege. Kan ik dat ook van het bord afhalen? Nou, daar wacht ik echt al mijn hele leven op dat ik dat van het bord af kan halen. Zo, top. Dan plaats ik hem nu één hoger. Dan doe ik gewoon eigenlijk precies hetzelfde wat ik net deed. En dan doe ik lekker hieronder niks. Maar dat ziet mensen van de buitenkant niet, dat het hieronder hol is. Maar hier kunnen wel spinnen leven, jongens. Hier kunnen wel wat spinnen gaan leven natuurlijk, onder dit dingetje. Maar ja, dat maakt ons dan weer niet uit. Even kijken. Zo, en dan 1, 2, 3, zo. En dan hebben we nog steeds één mooi midden. Nou, perfect. En even kijken hoe dit eruit ziet. Oh, ik ben al bang hoor, ik ben al bang. Nee, waarom ziet het er niet uit? Door deze slabs. Maar dat was net het hele ding. Toen gaf het te weinig diepte. Oh jongens, ik weet het niet. Ik weet het niet. Weet je wat, we doen het wel gewoon op deze manier. Boeit me ook echt niet eigenlijk. We doen het wel gewoon zo. Dan geeft het maar... Nou, het geeft nu zo'n rare soort diepte of zo. Ik vind dit niet mooi. Nee, ik vind het echt niet mooi. Ik moet dit toch weghalen. Maar hoe gaan we het dan doen? Hoe gaan we dit dan doen? Oh, want dan deed ik het op het begin wel goed. We kunnen wel eventjes dit doen zo. Ik vond het toch niet mooi. We kunnen even kijken als ik het zo doe. Dan verhoog ik het dak het een beetje. Jongens, ik ben iets te kieskeurig, merk ik nu. Want meestal boeit me dit echt vrij weinig. Maar ik wil nu gewoon eventjes... Ik ben gewoon boos van die nether, jongens. Ik ben gewoon flink boos van die nether. Dus dan krijg je gewoon dit soort dingen. En dan gaan we het toch... Oh nee, kloeden. Wegwezen met dat ding. Zo, dan maken we dit toch eventjes af. En dan zal dit waarschijnlijk ook weer heel lelijk zijn. En dan boeit het me echt niet meer. Als dit echt heel lelijk is. Is het echt heel lelijk? Ja, het is echt heel lelijk. Ik kan nog beter dit doen. Of niet? Ah, wacht, weet je. Ah, lastig. Jongens, weten jullie iets? Of misschien. Op deze manier. Wacht eens eventjes. Misschien heb ik iets. Even kijken. Wat nou als ik zo omhoog ga, dan is het nog steeds lelijk. Want dat is precies hetzelfde soort effect geeft het dan, denk ik, of zo. Ja, weet je, het boeit me allemaal niet meer, jongens. Het is klaar. We doen het gewoon even op deze manier. Hebben jullie nog tips om dit iets minder hout terug te maken? Laat het achter in de comments. Ik ga het gewoon helemaal weghalen. Ik vind het gewoon lelijk eigenlijk. Ik vind het echt gewoon lelijk. Excuus dat jullie hebben mogen kijken. Weet je, iemand nog een leuk... Maak dit even na op creative en vind een mooi dak. En dan doe dat ook gelijk voor de... Als je het wil, alsjeblieft. Jongens, niet dat ik opeens... Nee, doe dat dan ook voor dat. En dan... misschien gebruik ik het wel. Want ik wil sowieso wel iets van een dak. Maar wat ik nu doe, is afschuwelijk lelijk gewoon. Ik vind het niet mooi. Dus het gaat het niet doen. Wegwezen. Oké, we hebben in ieder geval twee maneges waar één paard al in zit. Dat is al wel een hele troost. Wat we nu gaan doen is, omdat we wel wat hebben, gaan we eventjes die schapenvorm wat beter maken. Het was een leuk project dat gewoon zo verkeerd afgelopen is. Dit gaat in ieder geval dicht. We hoeven dit eigenlijk nu niet nog eentje hoger te maken, want hier leven helemaal geen paarden meer in. Dat is wel weer een troost, dat scheelt ons heel wat werk. En dan, oh ja, kan iemand dan ook een dak designen? Excuus dat ik nu allemaal vraag om te designen, maar er zijn vast wel mensen die iets leuks kunnen. Voor de schapenfarm, want nu is dat ook plat van boven. Waarom kan ik hier niet bij? Zo, top.
Nu is dat ook plat van boven en dat wil ik dus ook even aanpassen. In ieder geval vind ik het een beetje te druk worden. Ik wou eigenlijk per kleur doen, dat is totaal misgelopen. Dus als ik even dit ene schaap bij dat andere schaap kan, en dan wordt dat in ieder geval de rode kamer. Schaap, ik heb nu even geen... Ja, ik kan het trouwens gewoon wiet ophalen. Wacht maar, schaap, jij gaat in dat hok. En ik heb een manier hoe jij in dat hok gaat. Hé, hey, hier is ook wel... Dit gaat best langzaam trouwens. Dit gaat best wel traag. Oh ja, dat farm wou ik ook nog eens gaan. Er zijn echt zoveel dingen die ik nog wil gaan doen. Dat farm moest ook nog af. Oh, dat is zo geneigd om gewoon een uur lang Minecraft te spelen. Maar oh nee, nee. Oh, ze zijn nog samen. Hé, hey, dat is top. Zo, ja. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Nee, nee, nee. Kijk. Boys, kijk. Kijk, 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 kijk. Dat willen jullie. 1 voor 1. 1 voor 1. 1 voor 1. Opzij. Kom maar, kom maar. Kom maar. Oh, die domme, domme, domme schapen ook. Kom. Nu. Kom. Snel. Dan ga ik eventjes dit verwisselen dat ik snel dicht kan doen. Oké, ja, top. Nou ja, ja, ja. En dan nu. Opzij. Met je dikke kont. Nice. Oké, dit is gelukt. Dan moet ik inderdaad 2 van die fansjes. Dat staat wat symmetrischer. Maar alhoewel. Het hoeft niet per se, want ik kan er ook op deze manier in. Met zo'n carpet. We moeten nog even kijken hoe we dit gaan doen. In ieder geval ga ik dat de dak beter maken. Weet je wat, dan maak ik dat dak nu even een keer af. Want dan zijn we continu met dat dak bezig. Ik ga dat even afmaken, dan ga ik toch de video eindigen. Is het toch geen 35 minuten geworden. Maar het is omdat ik nu een beetje vastloop. Want ik kan nu wel heel leuk doorgaan met, ja, met een beetje die schapenzooi doen daar. Want ik loop nu een beetje vast. Want ik wil gewoon een dak op dat ding. Vooral maar dit ding heeft op zich niet per se een dak nodig. Maar dit wel. Dit ziet er anders gewoon niet uit. Het is een te groot gebouw om geen dak voor te hebben. Dus dat moet ik sowieso nog gaan doen. Maar hoe weet ik niet. En dit lawaai van die schapen word ik ook even een beetje gek van. Maar hoe ik dat ga doen, dat weet ik niet precies. In ieder geval is dit weer een beetje een soort van restored. Het enige wat we nodig hebben, weet je wat? Dat doen we dat ook gewoon gelijk. Hier was toch een crafting table, ja. Het enige wat we nodig hebben is... een extra gate. Even ook fans bedoel ik. Dan blijven jullie alsjeblieft hier. Ja, blijf in je hoek. Top. En dan hebben we nog wat van dat hout nodig. Oh, dat moet... Of houden we helemaal geen... of willen we helemaal geen gates? Nee, dat willen we helemaal niet. We willen... Oh, wacht. Moet ik dit wel even terugplaatsen voordat ik... We hebben die andere, dat andere hout nodig. We hebben dat andere hout nodig. Excuus jongens. Het is eventjes rommelig. Maar ik had het zo mooi. Normaal gesproken wil ik de survival veel mooier voorbereiden. Dat had ik zo gedaan. Ik was een half uur bezig om naar level 38 te gaan. En ja, de rest weten jullie hoe dit afgelopen is. Dus ik had even geen tijd meer. Ik ga bijna op... Verdorie. Ik ga bijna op vakantie. Dus ik moest eventjes iets zo snel mogelijk fixen. Wat wij nu gaan doen is hekjes maken. Dat doen we op deze manier, want ik heb dat hout toch niks. Oh ja, natuurlijk geven geen... gun mij nou eventjes Minecraft. Gun mij nou eventjes Minecraft. Ik ben net heel veel levels kwijt geraakt. Ik heb even wat gunnings nodig. Oké, dan doen we dit op deze manier. En dan 1, 2, 3, 4, 5, zoiets. 7. 7 is wel goed, joh. 7 is wel goed, zo 6. Oh, ik krijg er 3 per keer. Dat was ik even vergeten. Oké, dan kan dit weg en dit weg. Dan plaatsen we... deze en deze neer. Dan is dit weer een beetje gestort. Blijf op je plek. Goed zo, schaap. Goed zo. Dan worden dit dus de rooi. Blijf ook op je plek. Nice. En dan moet ik even kijken hoe ik met die andere ga doen. Want dan moet ik er sowieso heel veel gaan killen. En we moeten trouwens sowieso van die gates hebben om ze erin te krijgen. Weet je wat? We gaan gewoon even kijken wie er nu ontsnapt. Oh nee, niet te veel. Niet te veel. Niet te veel. Niet te veel. Alsjeblieft, blijf zitten. Blijf zitten, jongens. Blijf op je plaats. Alsjeblieft. Hehe. Oké, deze moeten allemaal... Deze gaan 1 keer geschoren... Nou, ik heb wel een idee. Als ik die paars hierin kan lokken... Paars, kom. Of blauw. Oeh, paars, blauw, rood. En wat wordt de laatste kleur? Heb ik nog die wiet? Ik heb nog die wiet. Paars, kom hier. Kom maar, paars. Kom maar, paars. Kom maar, kom maar. Als in ieder geval die paars er maar in zit. Ja, nice. Dan gaat dit dicht. Zo. En dan weten al die anderen nog niet. Maar die paars is de enige die blijft levend. Dan kan ik hier... Welke kleur maken we daarvan? Daar is roze, dus maken we daar roze van. Dan maken we hier blauw van. Dan moet ik wel eventjes... deze gaan er gewoon aan. Ik hoef je niet eens te scheren. Jij bent gewoon dood. Alleen die blauwe moet nog even komen. En dan nog 1 iemand om te paren met elkaar. Of nou ja, om blauw te maken. Gewoon. Oh, daar is al een blauwe. Oh, dat is helemaal mooi. Komen jullie? Kom, blauw, blauw, blauw. Kom. Kom. Kom maar, kom maar, kom maar. X moet ik wel even bij de hand hebben. Kom, blauw, kom. Goed zo. Goed zo. Kom maar naar binnen, kom maar naar binnen, kom maar naar binnen. We hoeven trouwens al die schapen niet te vermoorden. We kunnen ze ook gewoon verven, merk ik nu. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, 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 ja.
Nice. Oké, doei. Oh, rood, ga erin. Ga erin, rood. Anders ga je... Oké, je gaat dood. Je gaat dood. Je kon erin, je kon leven, kinderen maken, leuk leven in de schapenfarm. Maar nu ben je dood. Oké, nice. We hebben dit een beetje gestoord. Dit wordt dus rood. Dit wordt paars. Dit wordt blauw. En dit wordt roze. Dan hebben we wat kleurtjes. Helemaal top. Dus eigenlijk gaan we gewoon best wel lekker. Eigenlijk gaan we gewoon best wel lekker met de schapenfarm. We moeten sowieso er nog een ander deel van maken. Want ik vind het nog te weinig kleuren. Ik moet nu alleen gewoon dus wachten op een dak. Maar we hebben echt wel wat uitgevoerd deze video. Dus daar ben ik blij mee. Het is toch over de half uur geworden, jongens. Als ik niet ga knippen in deze video. Maar ik denk het niet. Ik hou het gewoon lekker zo staan. Mensen vonden knippen onzin. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik zie me nog volgende video. Stuur me even een design voor het dak. Ik zie me nog volgende video. Bedankt voor het kijken. En tot dan, mensen.